Dank u wel. Uh, proficiat aan het bestuur, Frank, Mark, Jacques. Ik voel me een klein beetje naakt op het podium zonder zo'n schone uh, rode plastron. Eigenlijk moet elke BTB'er, vrouw of man, uh, zo'n item dragen. Want 2024 wordt niet alleen, zoals Ronnie het al zei, het jaar van de federale verkiezingen, maar ook het jaar van heel belangrijke politieke verkiezingen op alle niveaus. Maar eerst en vooral, beste kameraden, trade unions make a difference all over the world. Vakbonden maken wereldwijd het verschil. Want arbeidsrechten, dat zijn mensenrechten. Rechten die dankzij jullie druk, dankzij de inspanningen van vakbonden, jarenlang verankerd zitten in verdragen, conventies. En die zijn niet in bloed geschreven, maar wel in ons bloed geschreven. En ze moeten voor iedereen op deze aardbol gelden. Geen discriminatie, geen dwangarbeid, geen kinderrechten, geen kinderarbeid. Een veilige en gezonde werkplek met vertegenwoordiging voor iedereen. Dat is waar wij voor staan. En dat zou eigenlijk voor zich moeten spreken. En toch is dat vandaag, anno 2023, nog altijd niet het geval. Le nombre d'enfants qui travaillent a augmenté de plus de 8 millions depuis 2016. 40% de tous les travailleurs, soit environ 2 milliards de travailleurs, occupent des emplois précaires et informels. 2 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à la protection sociale. Et pour tous ces travailleurs, le moindre revers est une catastrophe sans précédent. Ils ne se demandent plus s'ils arriveront à la fin du mois, mais ils se demandent chaque jour, chaque jour de la vie, comment on va arriver à la fin de la journée. Après tous ces chiffres, schuilen mensen gens, camarades. Et c'est quelque chose que la BTB mais alte bien beseft. Vous faites partie de cette mondiale toivoirquette. Pakjes door kruisen de wereld, van land naar land, maar ook hier bij ons, van bedrijf naar bedrijf en vaak in alsmaar precairdere omstandigheden. Van arbeider naar arbeider en het netwerk van ondernemingen en statuten leidt ook hier bij ons nog te vaak tot cowboypraktijken. Een race to the bottom onder leiding van multinationals en opkomende digitale spelers. Maar jullie maken het verschil overal ter wereld. En BTB, net als wij allemaal samen beseffen, maar al te goed dat een job pas voldoening kan geven als er geen uitbuiting mee gemoeid is. Jullie centrale beseft meer dan welke ook en Livia heeft het gezegd dat we allemaal met elkaar verbonden zijn. Dat we er pas op vooruit kunnen gaan als we allemaal samen op vooruit gaan. En dat besef maar eigenlijk is het een keuze. Die keuze zal de komende vijf jaar essentieel zijn. Ofwel trekken we ons terug achter hoge muren en hopen dat problemen, globale problemen, zoals ongelijkheid, migratie, de klimaatuitdaging, dat die zichzelf oplossen. En ja, zo zijn er die dat denken. Als we de muren maar hoog genoeg bouwen. En we, we slaan ons handen voor de ogen, dan zijn alle problemen niet langer die van ons. Zij die dat denken, dat zijn extreem rechts, dat zijn populisten, dat zijn ultraconservatieven, of, of ze nu van Grieken, Trump of Orbán heten. Ofwel, vrienden, erkennen we problemen, erkennen we globale uitdagingen en doen we er iets aan, ofwel, Kijken we weg? Wij kiezen ervoor om allemaal samen met open ogen in de wereld te staan en over te gaan tot actie. Dat betekent samen strijden tegen hyperflexibele werkuren, tegen onzekere lonen en voor bescherming bij arbeidsongevallen, tegen sociale dumping, tegen perverse effecten van detachering, tegen het uithollen van arbeidsrechten door de platformeconomie. En nee, we gaan die strijd niet vanop ons eiland voeren. Als we als België de werkomstandigheden van werkers en arbeiders in het buitenland verder laten afglijden, dan zal die spitstechnologie die voor uitbuiting zorgt morgen hier voor onze deur staan. Ik ben heel blij dat de UTB het geste aan de woord joint, ook op internationaal niveau, soutenant efficacement les syndicats die défendent leurs homologues in Kenya, au Côte d'Ivoire, ou en renforçant les organisations syndicales européennes et internationales. Internationale solidariteit, kameraden, maakt het verschil. Wij steunen als België sinds vorige week op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een schitterend initiatief van de Internationale Arbeidsorganisatie. De Global Accelerator on Jobs and Social Protection. Vier miljard mensen wereldwijd hebben vandaag nog geen enkele vorm van sociale bescherming: geen kindergeld, geen pensioen, geen gezondheidszorg. De Global Accelerator wil die kiemen van de welvaartsstaat wereldwijd zaaien. We kunnen dat. Als we samen expertise uitwisselen en de plantjes van die welvaartsstaat ook in de rest van de wereld zaaien. Als we effectief via de Global Accelerator mee voor kunnen zorgen dat er wereldwijd 400 miljoen extra jobs gecreëerd worden. Eerlijke jobs, duurzame jobs, waardige jobs, met een deftig loon en een volledige sociale bescherming. En we moeten dat niet alleen in de rest van de wereld doen, we moeten dat ook vanuit internationale solidariteit eerst en vooral hier doen. En daarom zeggen wij heel duidelijk aan onze eigen Belgische ontwikkelingsbank, geen investeringen in bedrijven in het buitenland zonder garanties op waardig werk. Beste kameraden, jullie weten dat. Solidariteit is geen of-of-verhaal. Waarbij we ofwel in onze eigen samenleving investeren, ofwel in de rest van de wereld. Internationale solidariteit is ook geen liefdadigheid. Je moet dat niet doen om je eigen een gerust geweten te kopen. Internationale solidariteit is een kwestie van een gezond verstand. Omdat solidariteit altijd wederkerig is. Het is geven wat je kunt, maar vooral ontvangen wat je nodig hebt. Alleen zo kunnen we samen vooruit gaan. Als we investeren in internationale solidariteit. Dan investeren we ook in onze gedeelde toekomst. En het is hier al gezegd op het podium 2024 wordt een belangrijk jaar van sociale en politieke verkiezingen. En het is erop of onder, kameraden. Ik ben er zeker van dat Paul ons straks zal bijtreden. Wij als socialisten zijn de enige garantie tegen een extreem rechtse regering. Onze socialistische regering, onze socialistische familie weet wat samenwerken is. Zet gewone mensen centraal. Wij kijken naar het resultaat van alles wat we doen, elke dag opnieuw, voor gewone mensen die gaan werken voor hun boterham. Dus laat u niet afleiden door discussies over woke, over identiteit, over het einde van het land. Die willen eigenlijk alleen maar één agenda dienen. En dat is een rechtse agenda. Of een extreemrechtse agenda van het groot kapitaal tegen de belangen van gewone mensen die elke dag opnieuw werken. En Livia, we zijn niet alleen de beste garantie voor het behoud van het cordon sanitair. We zijn ook de enige garantie tegen een extreemrechtse regering om te beginnen in Vlaanderen. Want laat u niks wijsmaken, kameraden. Waar extremen aan de macht zijn, zijn gewone mensen. En zeker meisjes en vrouwen altijd het eerste slachtoffer. Of het nu gaat over de Taliban in Afghanistan, waar meisjes niet meer naar school kunnen. Of het gaat over Meloni in Italië, die eigenlijk kinderen van ouders van hetzelfde geslacht gewoon één van de twee ouders afpakt en schrapt. Waar extreem rechts aan de macht is, zijn de arbeiders, de werkmensen en de sociale bescherming. Altijd de dupe. Dus ik zou uit de grond van mijn hart jullie allemaal en met veel overtuiging willen oproepen: laat u door extremen geen zand in de ogen strooien. Kom op voor solidariteit, voor internationale solidariteit. En laten we dat doen, schouder aan schouder. Leven de vakbond, leven vooruit, leven de PS. Dank u wel.